Kom. Jassen aan. Jassen. Als jullie nou niet rustig jullie jassen aandoen... Krijgen jullie niks. Klaar. Het is zaterdagochtend en de Buddenbrugjes zijn druk in de weer. Ze vertrekken naar Duitsland om huizen te gaan bezichtigen. Ze stuiten nog wel op enig verzet. Drie tallen. 1, 2. We willen kijken naar woningen in Duitsland, omdat we misschien die kant op willen gaan. Ik kom nu. Kom, Miguel. Ga je schoenen aandoen. Ga je schoenen aandoen. We hebben geen regen al, hè? Nee, Safje, jongen Jan. Rob en Tyler dromen van een groot huis om hun 9 thuiswonende kinderen in onder te brengen. En omdat de huizenprijzen in Duitsland een stuk lager liggen, gaan ze daar hun geluk beproeven. Wat gaan we nou doen? We gaan naar een huis kijken. Waarom? Ja, omdat wij misschien in Duitsland gaan wonen. Toch? Maar dan moeten we ook een huis vinden, toch? Als je in Duitsland wil wonen. Of wil je hier in de wei gaan wonen? Is dat ook wat? Is dat een idee? Als het sneeuwt en zo, heb je het wel koud. Hebben we geen verwarming, geen water, geen wc. Ja, goed. Ja, wat is getekend dan? Mickey Mouse? Wat is dat? Miguel. Is dat Miguel? Oké. Maar als we in Duitsland gaan wonen, hè, om dan tegelijk te gaan zeggen van... kinderen moeten nou dan ook naar Duitse school en dit en dit en dat. Ja, dat... nee. Omdat wij willen ook niet ver Duitsland in. Een beetje zo aan de rand, grensgebied. En dan praten ze nog en verstaan ze ook nog wel gewoon Nederlands. Na een rit van een half uur komt de familie Buddenbrug aan in Geilenkirchen, waar ze het eerste huis gaan bekijken. Kom de auto. Hang van de weg af, alsjeblieft. Ja, kom hier. Kom jongens, ik heb het koud. Meneer, kom ik sta al de hele in de regen te wachten op jullie. En jij bent lekker warm met je jas zo, hè? Mama heeft geen jas aan. Mama was alleen maar bezig met jullie en... Twee volwassenen en 9 kinderen rondleiden. De makelaars zijn maar met z'n tweeën gekomen. Welkom. We willen ons wel dat object aanzien. We maken dat ze beide. Wenn ihr vragen hebt, bitte stel ze. 500 kwadratmeter grondstuk. 125 kwadratmeter woonfläche. Dat is ziemlich groot. Ihr seid auch viele Leute. Man braucht auch ein bisschen Platz. Anschauen und gucken und wir besprechen dann, wie man es weitermachen. Ja, genau. Okay. Super. Dann kommt bitte mit. Terwijl de Buddenbrugjes nieuwsgierig aan hun rondleiding beginnen, spenderen papa Jay en de kids hun zaterdagochtend op een heel andere manier. Hier, jassen uit, schoenen uit, kom. Lopen. Vandaag is de dag van de modeshow. Jay moet zo stralen op de catwalk, maar hij is nog niet in de juiste stemming. Ik kom vanuit huis, voetbal, zwemmen, one-hip, tankstation. Ik ging spullen thuis pakken om hier op tijd te zijn, maar we zijn mooi op tijd. Maar er is geen tijd om even bij te komen, er moet meteen gerepeteerd worden. Helemaal naar achteren, netjes lopen jongens. Het is geen begrafenis, hè? Ik kan best wel lachen. Ja, hinderlijk. Oké, heel goed. Yes. Of het nu bij een voetbalwedstrijd of bij een modeshow is, Jay kan het coachen niet laten. Goed zo, aankijken. Blijf kijken. Goed zo, blijf. Zo, mooi. Terwijl Jay's kinderen zich klaarmaken, showt Jay zijn outfit aan zijn nicht, de organisator van de modeshow. En daarom is de eer aan Fedis en Jordan om de show te openen. En terwijl hij met zijn grote glimlach de show steelt, blijven de financiële zorgen door Jay's hoofd malen. Ik ben niet moe, ik ben kapot. Hard gewerkt, slapeloze nachten. Er gebeurt een hoop, mijn ouders zijn weg. Even een situatie met de opvang. Financiële gedoe. Het is nog niet duidelijk dat ze nog op opvang kunnen blijven. Daar maak ik me zorgen over. Als de kinderen in de opvang kunnen, dat betekent dat... ik niet veel uren meer kan gaan maken. Omdat nu werk ik al 18 uurtjes per week.
Maar ik heb wel de opvang de hele dag nodig. Ik zit even met mijn handen in een klein beetje krullen van hoe ik ga doen. Dus even wachten op duidelijkheid. Morgen mogen we heerlijk naar de tandarts. En we zijn benieuwd. Dat is mijn hobby, hè? Nee. Is jouw hobby, hè? Nee, vrees. Ben benieuwd of we goed gepoetst hebben. Ja, weet je. S'avonds wel, 's ochtends schieten bij die kleintjes er wel eens mee. Fantastisch. De nagelkerkjes hebben vandaag een gezinsafspraak bij de tandarts. En vinden jullie het leuk om naar de tandarts te gaan? Mag ik naar jullie? Ja, jullie vinden het allemaal leuk, hè, bij de tandarts. Behalve mama. Ja, mama. Weet niet, mama vindt er gewoon niks. Dus het is niet leuk, maar zo stom. Hij maakt je tanden beter. Nee, wat voor tandje heb jij? En wij niet. Kroontjes. Prinsessenkroontjes, hè? Hey, niet veel. Ja, voor 2 boterhammen. Oh. En dan nog? Dat is nog te dik. Sophie maakt zich toch nog een beetje zorgen over wat de tandarts straks aantreft als hij de 240 nagelkerkentandjes controleert. Wie denkt er dat hij een gaatje heeft? Nou. Ik denk dat hij geen gaatje heeft. Ik ben te lang de dans ontsprongen, dus ik zal ook wel een sjaak zijn. Als ik een gaatje heb, dan kan ik me echt een week beroerd. Dan voel ik gewoon het idee dat ik daar naartoe moet om een gaatje te gaan vullen. Dat is echt heel erg. We gaan wel elk half jaar netjes naar de tandarts. Ja. Maar het tandenpoetsen, dat is toch iets waar wij wel eens niet altijd... Ja, s'avonds wel, maar ochtends, ochtends schiet er wel eens bij in, hè? En dat, Ja, het schiet er wel eens bij in. Bij de kleintjes doen we... eigenlijk alleen bij Madelief nog doen we napoetsen. Ja. En de anderen die kunnen het allemaal zelf wel redelijk. Maar ja, dat is, ja, je kan ook weer niet op alles perfect. Ja, dat is moeilijk. En tandenpoetsen zijn wij, laten wij een beetje liggen. Ik heb liever een bevalling dan naar de tandarts gaan. Dus dat is echt, ik vind dat vreselijk. Dus ook als ze een gaatje of zo hebben, Jan gaat met ze mee. Ik ben al bang dat ze dan die angst van mij voelen. Dus ik ga altijd als laatste, want ik denk, daar zijn zij al geweest. En als ze terug moeten komen, dan gaan ze altijd met Jan. Ik ga dan echt niet mee. Ik vind het vreselijk. De 12-jarige Eline heeft zo haar eigen agenda bij de tandarts. Nou, deze dan los. Ik ga er bijna uit. Zo, haar tanden staan goed. Ik wil niet eraf gaan. Maar jij hebt wel een mug, hoor. Waarom? Want nu heb ik echt lelijke tanden. Mama, dit baby gaat snel huilen. Ik wil gewoon een beugel. Ja, wel. Zeg de tandarts zo meteen, oh, we hebben jullie je tanden goed gepoetst. Nou, dan weet ik niet of hij dat gaat zeggen. Het hele gezin wordt ingeladen. En dan blijkt dat Sophie niet de enige is die een beetje zenuwachtig is. Madeliefje, kom eens. Wil jij even rustig doen? Waarom ben jij zo druk? Kordeltjes aan. Waarom ben jij zo druk? Er is nergens voor nodig, dit, hè? Spanningen voor de tandarts. Vind je het een beetje leuk? Ja, ze vindt het spannend. Ze wil als eerste ook. Oh, wil je als eerste? Ja, Eline moet als eerste, want die moet daarna gelijk naar school. Daar hadden we al afgesproken. Mag jij daarna? Mag jij als derde, ja? De regel is 1 snoepje per dag als je uit school komt. Ja, maar zaterdag mag het wel eens 2. Door Linda. Ze zijn wel een beetje sneaky, want is natuurlijk, dan is er een oppas. En dan, wij mochten ook een snoepje vandaag. Een snoepje per dag, maar ik had 2 vragen altijd meer. Zo. Na 4 uur niet. Nee, mogen we niks meer. Dus je kan vragen na 4 uur, maar er komt toch een nee. Uit? Ja. Goed, hè? Dus, als ze uit school komen, mogen ze wel eens een zakje snoep. Zo'n klein uitdeelzakje. Ja, precies, maar dan is het op. Maar een weekends zakje chips of zo. Er is wel iemand die stiekem snoepjes eet. Felis en Tita. Die kleintjes die zijn extreem, hoor. En dan willen we ze naar bed doen. En dan gaan ze zo graag naar bed. Ja, dit klopt niet. Nee. Broekjes uit. En dan hebben ze het in hun onderbroek hebben ze het gewoon verstopt. Toen jij met hun waren, en toen moesten wij toch even thuis plassen. Plassen. Toen moesten wij plassen, Talita en ik. En toen gingen wij stiekem snoep pakken. Ja.